Goedenavond allemaal. Ik kan je niet zo heel goed zien, jullie ons des te beter volgens mij, met al die lampen op ons. Hartstikke fijn dat u er allemaal bent. Weer een JAM-meeting deze avond. We hebben als band lekker gerepeteerd en we gaan God zo meteen groot maken. Gerard Bijkerk zal vandaag met ons de diensten gaan leiden. En we gaan het hebben over vasten. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat het een thema is waar ik nog niet zoveel van weet. En misschien jullie ook niet, of misschien heb je er al heel veel mee te maken. Maar we hebben geprobeerd om de nummers daarbij uit te zoeken die heel erg over die verstilling en het opzoeken van God gaat. En ik hoop ook dat jullie dat met ons mee mogen beleven. En er zitten wat nummers echt aanbidding in. Daar gaan we ook zo meteen beginnen, maar we gaan ook proberen om in de nummers ook wat verstilling te leggen. En neem die tijd ook vooral voor jezelf. Het eerste nummer is Open the Eyes of My Heart, Lord. En Gerard gaat eerst met ons beginnen, geloof ik, hè? Ja, vasten heeft ook te maken met het besef voor het aangezicht van God te leven. En daar ook je levensstijl op aan te passen. Dus daarom gaan we vanavond ook uitspreken dat onze hulp en onze verwachting is van God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat waar hij aan begonnen is. En ik mag jullie de nabijheid van God toezeggen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Ga lekker staan of blijf lekker zitten. Maakt niet uit wat je zelf fijn vindt. I want to see you.
Stroom.
Ontzagwekkend is uw heiligheid, grenzeloos uw grote kracht. Onbetwistbaar soevereine God, mijn hart is vol ontzag. Fascinerend mooi is uw persoon, uw karakter is vol. Iedereen weer eens gaan zitten. Ik zou het mooi vinden om vol ontzag te gaan staan voor God. Om met elkaar te bidden voor deze dienst. Dat doen we voor ontzag voor de Heer. Dus in ons gebed te focussen op God. Dan wil ik met jullie bidden voor deze dienst. Heere God, almachtig Vader. We komen bij u, vol ontzag, hier in uw huis. We danken u dat we hier mogen zijn met zoveel mensen. Dat we bij u mogen komen om tot u te zingen, om uw lof te prijzen en ook om het woord te horen wat Gerard via u tot ons zal spreken. We zitten in de 40 dagen tijd
een tijd waarin sommige mensen bezig zijn met vasten. Sommige mensen ook erover gehoord hebben of er helemaal niet mee bezig zijn. Maar vanavond wilt u ons daar stil bij zetten. Om te focussen op u. Ieder op onze eigen manier, wat bij ons past. En wilt u ook geven dat u via uw geest ons aanraakt met de woorden die gesproken zullen worden. Met de liederen die gezongen zullen worden door de band en waarin wij dat mogen beamen. Ja, we danken u voor het voorrecht dat we hier zo mogen zijn. En Heere God, we willen u ook bidden dat het niet alleen een moment mag zijn van hier. Dat we ook de woorden, het gevoel mee mogen nemen de week in. Dat we ook echt tot licht mogen zijn op uw weg. Maakt u ons dat ook duidelijk, wat uw weg met ons is. En hoe wij daar een lichtje op kunnen zijn. Ja, Heere God, we vragen u dit zo. In deze tijd waarin we focussen op het wonder dat u uw zoon voor ons mensen gegeven heeft als losprijs voor velen. Een onbeschrijfelijk wonder en in die naam bidden wij ook om Jezus wil. Amen. We gaan vanavond een gedeelte lezen uit Jesaja, Jesaja 58. En zoals het heel vaak gaat bij onze mensen, zijn wij ontevreden over wat we ervaren en mopperen we. Hè? Daar zijn we ook Nederlanders voor, we mopperen nogal gauw. God hoort dat en hij gaat erop antwoorden. Ook in Jesaja 58, ook als het gaat over mensen die zichzelf zo geweldig vinden omdat ze al een hele lange tijd vasten. En wat dat is, dat zullen we dan vanavond al horen. We gaan lezen uit Jesaja 58. Roep luidkeels zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoren. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend. Aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij, dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Van het volk. Waarom ziet u niet dat wij vasten? En merkt u niet op dat wij ons onthouden? Antwoord. Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven. En jullie arbeiders afbuilen. Omdat jullie onder het vaste strijden en ruzieën. En vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vaste zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding? Dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vaste? Is dat een dag die de Heere behaagt? Is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Is het niet dit, je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan de armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt,
en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. In deze 40 dagen tijd voor Pasen staan we, zoals net ook al is gezegd, in het bijzonder stil bij de weg die Jezus is gegaan om voor ons het leven te brengen. En in de kerk is in de loop van de tijd het gebruik in navolging van wat er eigenlijk al onder het Joodse volk gebruik was, ook een tijd van vasten in acht genomen. En vasten, wat is dat eigenlijk? We zijn niet zo heel erg mee bekend, maar vasten is voor een tijdje minderen in je consumptie. Of misschien wel helemaal stoppen met eten. Wij kennen als christenen eigenlijk niet zo'n vastgestelde en voorgeschreven dag of periode waarin je geacht wordt te vasten. Als een algemene regel, bijvoorbeeld zoals de moslims wel kennen. En wat ook in het Oude Testament ook wel gebeurde, op de Grote Verzoendag bijvoorbeeld. Als er zo'n hele speciale dag was, dan werd er verwacht van het volk Israël dat ze zouden vasten. Christenen kunnen wel vasten, maar vooral op bijzondere momenten, bijzondere gevallen. Dat vind je terug in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Kijk eens naar Mozes. Toen hij heel dicht bij God kwam en God zei, je moet naar boven komen op de berg Sinaï, dan zal ik mijn wetten geven die voor altijd zullen gelden. Dan komt Mozes heel dicht bij God. Nou, toen had hij niet zoveel behoefte aan eten en drinken hoor. 40 dagen lang vastte hij. Hoe dichter bij God, hoe minder behoefte aan een chocolaatje, zal ik maar zeggen. Hè? Kijk naar Daniël. Als Daniël bezocht wordt door een engel en hij krijgt een boodschap van God, dan is hij zo vol ontzag, dan vast hij. Kijk naar Jezus. Als hij aan zijn taak begint en een geestelijke strijd moet strijden met de Satan die hem komt verleiden in de woestijn, dan vast Jezus. 40 dagen, 40 nachten. Nou, uit al die voorbeelden die ik net noemde, begrijp je wel dat vasten gekoppeld is aan hele ingrijpende gebeurtenissen die om aandacht vragen. Dan leef je maar niet zomaar door, maar dan vraagt dat aandacht van je. Momenten die erin hakken. Mozes die God ontmoet. Jezus die een geestelijke strijd aangaat omdat hij wordt verzocht door de Satan. Daniël. En we hebben in de afgelopen periode hier in de kerk stilgestaan bij het leven van Esther. Die te horen krijgt uiteindelijk, terwijl ze helemaal in die gouden bubbel zit van schoonheidsbehandelingen en weet ik wat allemaal meer. Maar uiteindelijk hoort ze, het jouw volk is ten dode opgeschreven. En ook jij loopt gevaar. Dan gaat ze niet zomaar naar de koning toe, maar dan snapt ze dat het erom spant om leven en dood. En dan zegt ze tegen de andere mensen, wij moeten bidden en we moeten vasten, want nu spant het erom. Kunnen we blijven leven? Gaat dat doodvonnis wat over ons is uitgesproken, gaat God een wonder doen om dat te keren? Gebeurtenissen die meer dan het gewone zijn. Je zou kunnen zeggen dat als je komt te staan voor zulke momenten, dat je dan wel heel erg in de gaten hebt, ik heb Gods hulp nodig. Ik heb behoefte aan zijn nabijheid. En dan ga je God zoeken in gebed en dan denk je, nou laat die tv maar even uit en die computer kan me ook wel gestolen worden. Ik heb nu God nodig. Intens.
En dan kan je door middel van vasten, door niet te eten, misschien kun je op zo'n moment al niet eens meer een hap door je keel krijgen, toch? Maar er zijn ook andere momenten dat dat misschien nog niet zo nauw op je afkomt, maar dat je er wel voor kunt kiezen. Dat je ervoor kunt kiezen om minder te consumeren, om daarmee tijd vrij te maken om God te zoeken. En dan gebeurt er iets bijzonders, want vasten in de Bijbel, dat is eigenlijk het tweede wat ik wil zeggen. Het vasten in de Bijbel is altijd gekoppeld aan bidden. Het gaat altijd om de relatie met God. Hoe sta je tegenover God? Zo vind je dat ook in Matthäus 6 bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk ook mensen die op een andere manier eigenlijk al voordelen van vasten hebben ontdekt. Om hele andere redenen, bijvoorbeeld om af te vallen. Dat kunnen we ook wel gebruiken in onze consumptiemaatschappij. Krijgen we reclame over ons heen. Dit moet je nemen en dat moet je kopen en dat is goed voor je enzovoort. Dat is heel lekker. En we eten gewoon veel te veel. Veel meer dan we nodig hebben. En dus is obesitas ook een welvaartsprobleem waar heel veel mensen en ook het Nederlandse volk wordt heel veel gewaarschuwd. Kinderen worden veel te dik. Wordt het tijd om een keer te vasten. Maar dat heeft natuurlijk verder helemaal niets te maken met je relatie met God. Want bij God gaat het eigenlijk om veel meer dan alleen maar om je lichaamsgewicht. Het gaat er God erom dat jij een licht wordt in een duistere wereld. En dat jij zo gaat leven, dat je eigenlijk Gods licht gaat weerspiegelen. Daarom zegt God, dit is vasten, wat ik fijn vind, wat ik verkies, is dat jij misdadige ketenen los gaat maken. Dat jij banden van het juk gaat ontbinden. Dat jij verdrukte gaat bevrijden. Ieder juk. Dat is kwaliteit van leven. Dit is wat God wil met ons leven. Dat we niet ons alleen maar gaan onthouden van voedsel en denken, nou, zijn wij even goed bezig. Maar dat het ons erom gaat, hoe gaan wij eigenlijk met God om en wat is Gods wil met ons leven? Kom tot bezinning. Wees eens eerlijk. Denk eens na. Waar leef je voor? Doe je misschien wel heel vroom? Ga je mooi naar de kerk? Denk je, dat is ook wel belangrijk en vind je het heel mooi om dit soort liederen te zingen met elkaar. En tegelijkertijd is er een heleboel dingen scheef in je leven. Nou zegt God tegen dat volk Israël wat zit te mopperen op hem. Dat volk Israël, die dacht, nou moet kijken. We nemen al die dagen strikt in acht, hè. We moeten die dagen vasten, doen we allemaal. Maar we hebben helemaal niet het idee dat we contact hebben met God. Waar is God? Wat is er mis met God? Nou, zegt God, er is niks mis met mij. Ik denk dat we even in de spiegel moeten kijken. Er is waarschijnlijk iets mis met jullie. Want je vast wel, maar tegelijkertijd zijn de mensen die van jou afhankelijk zijn nou niet echt blij dat ze voor je moeten werken. Want ondertussen, terwijl jij zit te vasten, moeten zij alleen maar harder werken. De winst moet omhoog. Het moet wel 24-7, moet het wel doorgaan, hè? Er moet wel winst gemaakt worden. Dus zij krijgen er geen rust. En je vraagt dan aan mij, zegt God, waarom ik niet luister naar jouw gebed? Heftig, hè? Dat God ook nog een keer zegt, ik luister niet. Waarom zou ik moeten luisteren? Je luistert toch ook niet naar mij? Als je gaat vasten, ga je kwetsbaar opstellen ten opzichte van God. Je moet afkicken van bepaalde gewoonten, toegeven aan steeds maar blijven eten, of toegeven dat je nog steeds die andere Netflix-serie ook nog even wil zien, die andere aflevering. Als je gaat vasten, dan kom je er eigenlijk achter dat je toch meer vastzit aan verslavende gewoonten dan je had gedacht. Als je gaat vasten, dan ga je letterlijk en figuurlijk je afhankelijk opstellen van God.
Maar dat is juist mooi. Want God zegt, als je dat doet, weet dan zeker, dan zal ik naar je luisteren. Als je dan mij zoekt en je wil contact met mij, dan zal ik antwoord geven. Weet dat zeker. Dat vind ik heel erg mooi in Jesaja 58. Dat heel, aan de ene kant heel scherp, maar aan de andere kant ook fantastisch mooi. Dat God zegt, ik geef antwoord als je roept. Als je echt laat zien dat het om mij gaat, dat je echt mijn wil zoekt, ook al zit je in hele moeilijke en lastige omstandigheden, dan zal ik naar je luisteren. En dan zal ik je antwoord geven. Dan zal ik zeggen, hier ben ik. Op God kun je aan. Als jij de tijd gebruikt om tot bezinning te komen en eens na te gaan, waar loop ik nou zo hard voor eigenlijk? Is er eigenlijk iets waar ik dan zo mee bezig ben dat ik eigenlijk helemaal geen tijd neem om echt naar God te luisteren? Want ik ben zo druk. Als je die tijd neemt, zal God je antwoorden, zal God je leiden. En zegt God, als je dan minder gaat eten, minder gaat kopen, als je misschien de aankomende weken misschien geen kleding gaat bestellen via online of zo, dan hou je waarschijnlijk geld over, toch? Dat zou je nou kunnen gebruiken om je brood te delen met de armen. Dan zijn er mensen, als je nou eens goed naar, als je nou stil komt te staan, dan komt er vanzelf wel in je gedachten dat er mensen zijn op deze wereld, misschien wel heel dichtbij of verder weg, die inderdaad niks hebben om aan te trekken. Kan je mooi jouw kleren voor geven, toch? Dat is vaste. Daar heeft de wereld wat aan. Daar hebben andere mensen. Dat is wat God prachtig vindt. Dat jij deelt van wat jij hebt, de overvloed, de zegen die je hebt gekregen, dat je dat mag delen met andere mensen die dat niet hebben. Zou het ook een risico voor ons kunnen zijn? Dat we misschien wel heel erg gericht zijn op wat mag ik dan nog wel eten en wat niet. En hoe doe jij dat nou precies? Hè? We zijn echt hele westerse mensen die erg houden van ranking. Of wat doe jij allemaal? Oh, dat is wel heel serieus, zeg. Nou nee, zover kan ik nog niet gaan. Maar jij wel natuurlijk. Hè? Wie is de eerste? Zo doen we dat, hè? Dat is voor God helemaal niet belangrijk. Voor God is het veel belangrijker dat je met hem, dat je hem zoekt. Dat je hart erbij is. En dat je zelf in gesprek met God mag weten hoe jij dat dan vormgeeft. Of je dan de televisie uitlaat. Of je dan eens een keer zegt, nee, dan hoef ik inderdaad die volgende aflevering van die populaire serie eigenlijk helemaal niet te zien. Want daar hou ik tenminste de tijd over. Wij zeggen heel vaak, we hebben geen tijd. Hoezo geen tijd? Wees eens eerlijk. Waar heb je dan wel tijd voor? Voor al die series? En die vriend van jou, die aan jou gevraagd had, wil je me alsjeblieft hiermee helpen? Oh, helemaal geen tijd, man. Nee, ja. Sorry hoor. Ik had het zo druk. Met jezelf, waarschijnlijk. Met je eigen wensen, met je eigen verlangens, met je eigen doelen. Nou zegt God, als je nou wil vasten en je wil richten op het feit dat ik, Jezus, de Zoon van God, mijzelf gegeven, ik heb tijd vrijgemaakt voor jullie. En ik ben een weg opgegaan die vreselijk veel gekost heeft. En ik heb het met liefde gedaan. Maar ik deed het voor jullie. Als je je daar nou op richt, kan je dan je hart achterhouden en blijven leven voor jezelf? Wat ik ook zo mooi vind, is dat we uit die voorbeelden van Esther bijvoorbeeld en zo,
Dat je elkaar ook kunt helpen. Esther was zelf niet allereerst op het idee gekomen om te gaan vasten en te gaan bidden. Ze had daar eigenlijk een hulpje bij nodig. Mordechai. Die moest haar, op het idee brengen. Het is zo belangrijk dat je gaat vasten en bidden. Ons gezamenlijk leven staat zo op het spel. Nu moet jij jouw mogelijkheden gaan gebruiken om ons tot zegen te zijn. Kom uit die gouden kooi. Laat die schoonheidsbehandelingen maar even zitten. Jij bent nu degene die de persoon bent die de koning op andere gedachten kan brengen. En het gaat om leven en dood. Soms moeten wij geholpen worden door een ander om even wakker gemaakt te worden. Even uit je bubbel, uit je eigen kokon. En dat je erop aangewezen wordt, wat is nou eigenlijk jouw taak vandaag? In de voorbereiding van deze avond hadden we het er eigenlijk ook over dat vasten een onderstreping is van je gebed en dat je juist ook kunt vasten voor een ander. Dat het dus niet alleen maar gaat om jouw eigen geestelijke beleving, oh, ik ga verstillen, heel belangrijk, zeker doen. Maar in die verstilling kan God jou in gedachten brengen. Weet je wie jouw hulp nodig heeft? Weet je wie jouw gebed nodig heeft? Die ene vriend die al zo lang in de kreukels ligt. Zou je daar niet samen voor bidden? Zou je daar niet samen voor kunnen vasten? Om tijd vrij te maken voor hem, voor haar. Weet je wat dan zo prachtig is? Dat als je dat gaat doen, dat de liefde van God heel concreet voor je wordt. Als je dat samen doet en je samen erop richt om voor die ene te bidden, misschien gaat God horen dat die vriend geneest. Maar ook als die niet geneest, gaat God, zo heeft hij beloofd in Jesaja 58. Hij zal je voortdurend leiden, ook als het tegenloopt in je leven. God gaat je leiden, God gaat je zijn weg laten zien. En dan ga je samen ervaren, God is onze redder. Jezus is onze redder, hij is ons nabij, hij laat ons niet in de steek. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in deze tijd. We kunnen er bang van worden, hè? Van wat er gebeurt in Oekraïne. Maar de mensen hebben ons gebed nodig. Onze focus. Als we dan samen kunnen ervaren, God is het die redt. En u bent het die de angst verdrijft. Dat is vasten wat God verkiest. Zegen daarin. Hallo allemaal. Ja, ik werd wat gevraagd om mijn ervaring te vertellen van het vasten. Mijn naam is Bastiaan van den Berg. En ik heb een periode gevast. Deze periode van 40 dagen. Om eens te kijken van wat doet dat nu met je? En ik heb gevast op koek, snoep, drop, chips, chocola, frisdrank. En als einddatum was dan het kamp waar ik dan op dat moment naartoe zou gaan. Ja, het is een hele ervaring. Gewoon om te kijken, kan ik dichter bij de Heere God komen? Heeft de Heere God misschien iets te zeggen tegen mij? En ik merkte gewoon dat elk moment dat ik dus iets voorbij zag komen op televisie, wat daarmee te maken had, of in de kantine, lekker taart of zo, dat ik toch wel dacht van, maar dit ga ik niet doen, want ik ben aan het vasten en ik vast omdat ik meer wil weten of meer wil merken van de Heere God. En die momenten zorgden er dus voor dat je dus echt steeds vaker aan de Heere God gaat denken. Soms was het heel zwaar. En ik heb het ook gewoon de weekenden doorgedaan, zeg maar, want we gingen 40 dagen vasten. Maar het heeft me uiteindelijk wel steeds meer een beetje dichter bij de Heere God gebracht. En dat is waar ik het voor deed.
Ik hoop dat jullie dit ook kunnen doen. Want ja, het geeft je gewoon een verrijking. Soms geeft het je ook een ontzettend zwaar moment. Dat je echt het water uit je mond loopt. Maar goed, je doet het met een doel. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, ik sta weer aan. We gaan een nummer zingen van Reijer. Ik weet niet of jullie het kennen. Wij hebben u lief, heet het. Het is een nummer waarbij je nou ja, eigenlijk je hart op God richt, op Jezus richt. In zijn aanwezigheid bent. En ook tegen Jezus zegt, wij hebben u lief. En ik denk dat dat heel mooi bij dit thema past ook. Dat je het uit liefde voor Jezus zou willen doen om te vasten. Zing lekker mee als je het kent. Als je het niet kent, luister lekker mee. Wij hebben u lief.
als de koning. Ons lid is voor u, heel ons hart zingt. Wij hebben u lief. Wij hebben u lief. Willen we zo met elkaar gaan bidden? We hebben weer een heleboel punten van jullie ook gekregen die op de briefjes staan. Zo zullen wij voor gaan bidden. Lieve Vader, we komen bij u als gemeente zijnde. En u kent ons allemaal stuk voor stuk. U weet wat er door ons heen gaat. U weet waar we mee bezig zijn. En u ziet ons ook. En willen bidden, Heer, of u met uw geest door de gemeente wil gaan. Of u de gemeente op wilt bouwen. Of u uw geest wil zenden om gebroken mensen weer heel te maken. Heer, we bidden voor de gemeente, we bidden voor de verschillende gemeentes in Gouda, Heer, dat er eenheid mag zijn, dat ze met elkaar een kracht mogen vormen, een deel van uw koninkrijk, zodat we met elkaar sterk mogen staan. Heer, we willen ook bidden voor de jongeren na de coronatijd, waarin een hoop jongeren misschien ook zoekende zijn geraakt, hun ritme zijn kwijtgeraakt van de clubs en de kerkdiensten waar ze heen gingen. En we bidden dat er een verlangen mag komen hier onder de jongeren, om u op te zoeken, om elkaar op te zoeken, om meer van u te leren. En we bidden ook zo echt, Heer, dat de jongeren ook een voorbeeld mogen zijn voor de ouderen in de gemeente, dat ze voor mogen gaan. En we bidden ook dat het vaste ook echt een plek mag krijgen in het leven van jongeren. Een stuk heiliging waarin ze zichzelf mogen heiligen voor u, want u bent heilig. Hier zo bid ik een zegen over Gouden en over Nederland, dat u uw kerk opbouwt. Vader, we bidden ook voor de mensen hier in de stad. We bidden voor onze stad Gouden. Heer, we bidden dat wij, zoals we net ook mochten horen, een licht mogen zijn. Heer, vul ons met uw liefde, zodat wij het door kunnen geven aan de mensen om ons heen. Ook in de mensen in onze eigen gemeente, in onze kerkelijke gemeente. Heer, ook als er stille armoede is, wat ook op een briefje staat, stille armoede in onze eigen gemeente. Vader, wilt u openheid geven dat als we iemand zijn waar we echt eigenlijk te weinig hebben om van rond te komen, Heer, dat we durven te zeggen. Want al het geld dat wij ontvangen is niet van onszelf, Heer. Het is van u. En daarom willen we ook graag de ander helpen. Vader, we danken u voor alle hulp die al geboden wordt voor Oekraïne. Dank u voor de bergen kleding die ingezameld wordt. Voor de spullen, voor de materialen. Heer, we bidden u voor het volk. We bidden u voor Oekraïne, voor de mensen, Heer. Ontferm u. Geef vrede, Heer. Wilt u de aanwezige zijn, al lijkt het soms net alsof we u er niets in kunnen vinden. Maar u zegt, ik ben erbij. Juist op de momenten dat het moeilijk is, sta ik naast je. Vader, we bidden u zo voor die mensen. Vader, we willen ook bidden voor het Russische volk. We willen u ook bidden zelfs voor Poetin. Heer, werk in zijn hart, werk in zijn geest. En wilt u hem de keuzes laten maken die goed zijn voor Oekraïne en ook voor zijn eigen land. Vader, we willen bidden voor alle mensen die op de vlucht zijn. Zoals ook in Gouden mensen verwachten, maar ook over heel Europa heen. Heer, we kunnen ons niet indenken wat het is om te vluchten, om weg te gaan van je huis en misschien nooit meer het huis te zien, omdat het plat gebombardeerd wordt, of hoe dan ook. Heer, wilt u bij die mensen zijn en wilt u dat we ze op mogen vangen met liefde? En dat we er voor ze kunnen zijn. Ja, Vader, zo bidden we u. Ontferm u over ons, ontferm u over de hele wereld. Want we mogen weten dat van u het koninkrijk is.
en van u de kracht is en van u de heerlijkheid. Of er nou oorlog is of vrede, u heeft de wereld overwonnen. En we zien uit naar die grote dag dat u terugkomt. En dat alles perfect zal zijn. Heer Jezus, wilt u komen op dit moment om vrede te brengen op de wereld. En wilt u komen met uw vrederijk, met uw koninkrijk, waar alles goed zal zijn. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. We gaan zo nog twee liederen zingen. En na het zingen en na de dienst, dan hebben we daar ook een kaarsenrek staan aan die kant. Wil je graag een gebed doen voor Oekraïne, voor iets anders? En je wilt als symbool, als het ware, een kaars aansteken. Er liggen kaarsjes, zet ze op het rek. Leon en Janneke Bost staan er ook als gebedsteam. Wil je met iemand bidden? Ga naar ze toe. Ze doen het graag voor je. Zeg je nou van, joh, ik heb de preek gehoord over het vasten. En ja, eigenlijk zou ik het best willen, maar ik vind het ook een beetje lastig. Hoe ga ik het nou doen? En moet ik het nou in mijn eentje gaan doen? Ik heb misschien wel niemand waar ik het mee kan doen. Nou, iemand van het team staat ook bij het kaarsenrek, dus spreek die even aan. En dan kijken we met elkaar of er een groepje is om met elkaar te vasten. Zodat je elkaar af en toe een appje kan sturen, als je elkaar kan bemoedigen. En dat je zo aangespoord wordt om op weg te gaan en te vasten. Dus maak gebruik van alle mogelijkheden die er zijn. Dan zingen we nu nog twee liederen.
Het laatste nummer is een beetje een wat knalnummer om eruit te gaan. maar ik vind het ook wel weer passend. Laten we er een feest van bouwen met elkaar. Met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe. Breng mijn handen naar u op. Ik prijs u naam van de eeuwigheid. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Met blijdschap in mijn hart. Jubelen voor u is, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met een loflied, want ik wil u ontmoeten deze dag. Prachtig als we weten dat, dat God er is en wij wijden ons aan Hem toe. Dat we ook mogen leven onder zijn zegen. En die mag ik jullie ook meegeven. De Heere zegent jou en Hij beschermt jou. De Heere kijkt naar jou en is je genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over jou en geeft jou zijn vrede. Amen. Wel thuis. Jullie kunnen daar nog lekker wat komen drinken. Lekker met elkaar kletsen. Welkom en ik ben je vooral vrij om lekker nog even te blijven hangen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Mijn blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u.
To make.